Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, daar waren we weer. Ik wou jullie als eerste een heel hartelijk welkom heten bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we leven alweer op 30 oktober. Dus morgen is het echt Halloween. En het is 12:49. Ik heb de boel allemaal alweer gedaan. Dus ja, we kunnen er weer tegenaan. Ja. Vrolijk is alweer even buiten geweest. Ik heb zijn wc'tje alweer opgeruimd. Daarna is iedere keer maar aan het stout doen. Iedere keer maar zijn eigen onwijs lang zitten te wassen totdat hij vurig wordt. Ja, en dan krijgt hij daar weer jeuk. En dat moet niet. Nee. Ik wil matten kloppen met je staart, maar dat boeit me niet. Nee. Nou, dan gaat Eeuw in. Achter de bank, lekker op de vensterbank. En Kambal, die zit zich daar te wassen. Die denkt, oh, ik krijg een visite. Nou, dat weet ik niet hoor. Die denkt dat me... Hoe heet het? Rebecca is niet geweest vandaag. Die komt morgen om 11:30. Sandra, die zal wel komen, maar hoe laat die komt, weet ik niet. Van Cerelo, mijn persoonlijke begeleidster. Enkel, hoe laat weet ik niet, want die heeft vandaag vergadering. En hoe lang die vergadering duurt, weet ze ook niet. Dus ja, dan weet ik het dus ook niet. Nou, ik ga straks alleen nog, als ik mijn koffie heb gehad en op koffie gesproken, dat heeft gekookt. Dus hopla, koffietijd. En dan ga ik straks de vaat uit de vaderverhaal en de nieuwe vaat erin. En ik ben bezig mijn pc op te schonen weer, want de C-cleaner kwam tevoorschijn van hallo, je kunt zoveel procent opruimen. Nou, doen we dat toch even. Ja, terwijl ik van de week ook al schoon het gemaakt. Ik doe het bijna iedere dag en er werd me gezegd dat het is niet nodig. Nou, hij vraagt erom, dus doe je dat. Maar oké, ik ga daar verder mee en ik wens jullie een hele fijne dag en veel plezier op mijn kanaal met al mijn vlogs. Ik zeg het tot straks weer. Ja, hoe laat leven we? Ja, die klok loopt nog steeds niet goed. Het is 18 minuten over 5, ja. Ik dacht dat het al veel later was, omdat het ook veel eerder donker wordt. Je hebt veel eerder je licht nodig. Ja, en ik heb nou eindelijk, na veel onderbrekingen, de video voor zondag in de videopad. Dus die is aan het renderen. Halleluja. Mijn telefoon die blijft me gaan. Ik heb bezoek gehad. Ik ben met Frodo bezig geweest, want die had last van zijn oren, dus daar heb ik weer druppeltjes in gedaan. En toen kon ik weer vegen, want wanneer die begint dan zo erg te schudden, dat alles legt nog gelijk weer onder de haren. Dus ik heb geveegd met de rubberen bezem. Ik heb nu een bakje koffie staan. En ik zit lekker even televisie te kijken. En eventjes naar een kinderprogramma, eventjes mijn verstand op nul, laat ik maar zeggen. Goed zo, manneke. Hé, ben je lief, man? Ja, hè. Is lief, hè. Waar is Eeuwin eigenlijk? Ik mis Eeuwin. Ja, nou ja, die zal me boven wezen. Oh, nee. Daar zit ze, achter de bank. Op de vensterbank. Daar. En Kandalf, ja, of die naar boven is of buiten is. Dat weet ik niet, maar dat merk ik wel. Ik ben met Ierland aan het kwekken. Oftewel aan het appen. Ierland, ja, Ierland. Daar woont mijn surrogaatzoon Mitchell. Dat wel leuk. Dus ja, dat... Maar het maakt niet uit, dat komt wel goed. En ik zal eventjes antwoord geven, want hij maakt allemaal korte zinnetjes. Dat, Maar ja, oké. Komt goed. En het gaat over Pokémon. Nou ja, dat weet je zo weer, hè. Maar oké, ik ga verder aan deze kant. En ik wens jullie allen een genoeglijke
namiddag nog. Ja, want het is nog steeds middag, hè. Ja. En voor straks. Eet smakelijk. En ik zie jullie straks wel weer even. Ja. Dus, tot straks. Nou, die twee zitten lekker te eten. Zoals jullie wel zien. Lekker, lekker, lekker. En ik heb er hier bij mijn bureau nog een. Die zit ook lekker te eten. Heerlijk zitten ze te smullen. Hé? Oh, is het zo lekker, meisje. Ja, en ik ga zo ook mijn eten natuurlijk klaarmaken. Want daar is toch wel weer tijd voor om dat te gaan doen. En wat ik ga eten, nou, ik heb nog, zover ik weet, 2 speklapjes in de soeppan leggen. Dus vanavond 1 en morgenavond 1. En ik moet eventjes groenten pakken. Ja, en misschien dat ik er een uitje er doorheen doe. Champignonnetjes zijn op, ja, dus dan wordt het een uitje. Is ook altijd lekker. Oftewel, ik zeg 9 van de 10 keer een sippeltje. Ja, is hetzelfde dan een ui. Maar ik zeg 9 van de 10 keer een sippel. Ja, dat is, komt uit Friesland ook, maar ik geloof dat ze ook in richting Brabant of die kanten op ook dat zeggen. Ik weet het niet zeker. Nou ja, dat hoor ik wel. Wie dat nog meer kan, hè? In Siepel, dat ze weten dat het een ui is. En wie dat dan ook het woord gebruikt, ja. In ieder geval, geniet van jullie avond en ik zeg tot straks. Nou, het ziet er weer heerlijk uit. Mais met gebakken siepeltjes en een speklappie. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wijntje erbij, koffie erbij. Yummy, 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 smullen maar. Ja, ja. Ik vind het lekker. Wie nog meer dan alleen nog ik? Ja. Kom er maar mee voor de dag, wat jullie lekker vinden. Zou ik wel eens willen weten. Vertel het me. Ja, probeer ik het eens na te maken. Zet het recept gewoon schriftelijk eronder. Niet in een filmpje of wat dan ook. Nee, even opschrijven. Probeer ik het na te maken. Want dan kan ik dat even kopiëren. En dan even uitprinten. Dat is voor mij wat makkelijker. Ja, dus doe dat. Probeer ik het na te maken. En wie weet. Komt dat ook weer in de vlog? Ja! Dus, lijkt me leuk. Kom maar op.